Mijn naam is Maarten Frits, beleidsadviseur waterkwaliteit bij de provincie Flevoland. Voor een goede ontwikkeling van de natuur en ecologie in het water is het belangrijk dat er voldoende variatie in structuren aanwezig is. Voor Flevoland is daarom bepaald dat langs de provinciale hoofdvaarten minimaal 40% van de oevers natuurvriendelijk ingericht moet zijn. De begrote projectkosten om de opgave van natuurvriendelijke oevers in de tochten en vaarten in Flevoland te realiseren zijn 12 miljoen euro, waarvan de helft gefinancierd is met pot 3 geld. Mijn naam is Ritske Boonstra, werkzaam als opzichter bij de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland. Natuurvriendelijke oevers zijn oevers met een geleidelijke overgang van water naar land, die de aanwezige planten en dieren de ruimte geven zodat er een rijk en gevarieerd leven kan ontstaan. Voor de provinciale hoofdvaarten heeft de provincie onderscheid gemaakt tussen 8 verschillende typen natuurvriendelijke oever, die elk op hun eigen manier bijdragen aan de structuur, variatie en het watersysteem. De natuurvriendelijke oevers vormen een beschutte leefomgeving voor tal van dieren, zoals insecten, kikkers, padden, vogels, kleine zoogdieren en vissen. Daarnaast kunnen de oevers ook zorgen voor een migratieroute voor organismen. Mijn naam is Teun Molenaar. Ik ben werkzaam bij Waterschap Zuiderzeeland als projectmanager. En een van mijn projecten dat is betrokken bij de aanleg van de duurzame natuurvriendelijke oevers. En daar zijn we nu bij de zeebiestocht waar volop aan gewerkt wordt. En dat betekent dat eigenlijk de oude traditionele beschoeiing die boven water stond, die wordt verwijderd. Er wordt een beschoeiing onder water aangebracht als zijnde steunberm. Dan komt er een brede plasberm aan van 2 meter breed en dan komt er weer een nieuw talud aan. Er komt een geleidelijke overgang naar het landbouwgebied, wat dus zorgt voor een bredere plasberm, wat zorgt voor meer diversiteit binnen het gebied voor de flora en de fauna, verbetering van de waterkwaliteit en op de duur is het voor ons als waterschap ook goedkoper in beheer en onderhoud. Doordat natuurvriendelijke oevers een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit, ontstaat er weer meer ontwikkelingsruimte voor andere essentiële maatschappelijke functies, zoals bijvoorbeeld de landbouw. De komende periode wordt gebruikt om de aangelegde natuurvriendelijke oevers zo goed mogelijk te laten functioneren. In combinatie met de goed afgestemde samenwerking tussen provincie en waterschap gaan we hier aan werken, zodat Flevoland kan ontwikkelen tot een prachtige combinatie van water en natuur. Dat is toch iets om trots op te zijn.